Jawel, we zijn in één keer weg. En we gaan de eerste meters door met Fleur Europort. Met een gigantische voorsprong, maar daar komt gelijk de aanval. Uitgeschakeld van... paard nummer 2 galop. Erwin Lobel. Galoppade voor Baba de Boschie betekent uitschakeling. Waar vinden we dan die paarden die zoveel meters moesten geven? Die zijn niet echt in de buurt. En we gaan op weg naar de overkant. En het is Erwin Lobel. Ja, wat heeft hij hier natuurlijk ook een geweldige kans. Die hier het veld op sleeptouw neemt. Tweede plaats aan de binnenzijde dan de nummer 1. En dat is Fleur Europort. Achter Fleur Europort komt dan Angeline Baptiste door, zo te zien. En Angeline die is, nee, die ligt dan op de derde plaats. Wie ligt er dan tweede? Dat is Angeline. Derde is dan Danique Homma, zo te zien. Het is even een beetje moeilijk, maar we zien een galoppade voor QB Baldwin. We zien daar een fantastische jockey, Florian Demigneux, naar voren komen. Die ligt al op de vierde plaats. Kijk naar Busy Tolité. Kijk naar Faustus. Paard nummer 9. 9 die komen dichterbij. En achter Faustus is er aansluiting. Voor aan de binnenzijde Marloes Knop met Assau Burgerrijden. Elma Alki niet in beeld. Twee rondes te gaan. En wat mooi om de derbywinnaar zo aan kop te zien gaan. In een geweldige cadans heeft Erwin Lobel hier het veld op sleeptouw. In de kleuren van Van Belle BRBV. Tweede plaats daarachter aan de relingszijde dan Fleur Europort. Achter deze paarden is het Dinant Confital klaar om toe te slaan. Aan de buitenzijde echter wordt hij nog vooraf gegaan door Gree Harry. Dan is het Busy Tolité die zich meldt in de vuurlinie. En achter Busy Tolité hebben we dan ook dichterbij Anne Leeman met haar nummer 6 Faustus. En deze paarden hebben dan wat voorsprong genomen op de rest aan. Aangevoerd. Enerzijds door, en dan moeten we even goed kijken, Marloes en haar Schouwburgerheide. En daarachter dan ook nog Kelly Smit met Viking Zeher. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de finish nog een ronde te gaan. En wie gaat Erwin Lobel nog terughalen? De Fransman gaat in ieder geval zo dadelijk even bij twee dames tussendoor. Maar ja, ook Busy Tolité is inmiddels in de aanval gegaan. En die komt naar plek 2. En zo gaat het spel dan enigszins op de wagen. En wordt de voorsprong van de koploper iets kleiner. We gaan door de bocht op weg naar de overkant van de baan. En hij heeft hem geweldig op maat gehad. Die Florian Demigneux met zijn Dinant Confital. Alleen blijft de versnelling nog even uit. Galoppade voor Fleur Europort. Twee paarden zijn weg. Erwin Lobel en Busy Tolité. En daarachter nu op de derde plaats die Dinant Confital. Eén galop. Dinant Confital begint nu wel snelheid te ontwikkelen, maar het lijkt te laat. Het is aan de kop van het veld Erwin Lobel. Erwin Lobel met 1,5-2 lengte op Busy Tolité. En nu komt hij hard aan, die nummer 8, Dinant Confital. Maar het gebeurt ver achter de rug van Danny in een dubbel. Ik zei het nog, Tim, wie moet dit paard in hemelsnaam kloppen? Helemaal niemand, want het is gewoon de allerbeste, de derbywinnaar. En fantastisch gereden door Danny in een dubbelde. Hij is terug, hij wint weer. En wat zien we dat graag. Het is de 4 die het wint, Erwin Lobel. Voor, oh, close zeg, de 11 denk ik nog net, Busy Tolité. Die heel knap Dinant Confital van zich afhoudt. Vierde plaats dichtbij voor Faustus. Vijfde, prima debuut, zou Burgerrijden. En Rogier, doe me één plezier. Als ik ooit nog een paard als laatste aanneem... Dan kan je ze blind spelen. Erwin Lobel. Ugootje, doe me een plezier. Zet hem nog even erbij. Ah. En hij zei, goed... Heel mooi. Dus een geweldige winnaar. Je hebt hem gevraagd of hij alsjeblieft wilde lopen. Mocht lopen. Nou, niet alsjeblieft.